Personeelsleden van wasserij CleanLease op het bedrijventerrein De Bouwkampen in de Ooi hebben sinds maandagochtend voor 3 dagen het werk neergelegd. Zij willen niet alleen meer loon, maar eisen voor de nieuwe CAO ook behoud van zeggenschap over roosters en werktijden. In totaal hebben zo'n 45 van de ruim 100 medewerkers van CleanLease het werk tot en met vandaag neergelegd. De directie van CleanLease was niet bereikbaar om commentaar te geven op de staking. De gesprekken over een nieuwe CAO voor de branche liggen volgens FNV momenteel volledig stil. Een 36-jarige pakketbezorger uit Groesbeek is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en 1 jaar rijontzegging. Op 20 juli 2022 reed hij in Groessen met zijn bestelbus van achter een fietser van 67 aan, die daarbij om het leven kwam. Het dodelijk ongeval gebeurde op de Lijkweg in Groessen, een smalle weg die niet verdeeld is in rijstroken, met aan beide zijden van de weg een rode fietsstrook. De pakketbezorger schepte het slachtoffer dat samen met zijn vrouw aan het fietsen was. Zolang er landelijk geen vuurwerkverbod wordt ingesteld, mogen inwoners van Wijchen tijdens de jaarwisseling gewoon consumentenvuurwerk blijven afsteken. Dat zegt het college van de gemeente in antwoord op vragen van GroenLinks. Die wilde weten of een algeheel verbod in Wijchen wordt overwogen, gezien de toegenomen schade en overlast door vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. In februari maakt de gemeente Wijchen de balans op van de vuurwerkschade rondom Oud en Nieuw. De totale kosten voor de gemeente bedroegen ongeveer 10.000 euro. Vandaag is in Nijmegen de RAG-week weer van start gegaan. De komende week zetten studenten zich in voor het goede doel en halen ze met verschillende activiteiten geld op. De goede doelen van dit jaar zijn Club Kakatua en Stichting Kamers met Aandacht. Vorig jaar werd er nog een recordbedrag opgehaald van 56.000 euro. Een bedrag dat ze dit jaar weer willen overtreffen. De aftrap van de RAG-week was vanmiddag bij de Radboud Universiteit. Vandaag hebben we een openingsmarkt met allerlei kermiskraampjes. Er is een thriftshopkraampje en er worden ook suikerspinnen en andere lekkernijen verkocht. Vanavond is ons openingsfeest. Dan is er morgen ook nog een openingsmarkt met op de Han voor de hogescholen. Dat zijn feesten, veiling, borrels. Er gaat een concertavond zijn en er gaat bijvoorbeeld ook een RAG pancake run zijn. Dat is een sponsorloop waarin je dan een half uur gaat rennen en dan probeer je zoveel mogelijk pannenkoeken te eten. En voor elke pannenkoek krijg je dan een extra bedrag erbij.